Mensen die moesten voor 2 of 3 jaar geleden naar de rechtbank toe en kijken of de licentie gewaarborgd bleef. Ik heb daar mijn eerste Europese wedstrijden gespeeld, trofee gewonnen, de KNVB-beker. Ik heb een hele mooie tijd meegemaakt in mijn jeugd en dat blijft toch bij. En dan heb je ook nog eens de kans gekregen om een transfer te maken naar een van de grootste clubs in Nederland, in Europa, Feyenoord. Ja, wat wil je dan nog meer? En dat kenmerkt ook ADO, want ik bedoel, er zijn natuurlijk daarna nog wel een paar heen en weer gegaan. We hebben wel altijd een verbinding gehad met Lex Immers, Verhoek. Op een dag kreeg Lex Schoenmaker wel een heel speciaal voorstel. Jullie kunnen $1000 verdienen, maar dan gaan we een paar weken naar Amerika toe. Nou, $1000 was toen ongeveer 3600 gulden, dus dat was wel veel geld. Toen, ja, toen zijn we naar Amerika gegaan en toen vertegenwoordigden we de stad San Francisco, de Golden Gate Girls. Je had in verschillende plaatsen, in New York, daar had je allemaal clubs zitten, die vertegenwoordigden de stad. Dus en zo werd de competitie een beetje opgebouwd en ze wilden graag het voetbal naar de mensen toe brengen om te laten zien wat voetbal inhield. Ja, de Amerikanen, die wisten natuurlijk niet wat er was. Een belangrijke gebeurtenis voor ADO Den Haag was toen er na 4 verloren bekerfinales in 1986 eindelijk een einde kwam aan de bekervloek. Het was in principe was die wedstrijd daarvoor was al heel belangrijk voor Ajax, omdat Ajax wilde graag kampioen worden. Maar die zaten ook in de finale van de beker, en wij ook. En wij speelden een week daarvoor speelden we bij Ajax. En die hebben we eigenlijk zo'n beetje, nou, niet helemaal, maar wel cadeau gedaan aan Ajax. En de week erop was het in het Zuiderpark, maar die wilden ze ook nog heel graag winnen, Ajax. Maar dat wilden wij niet toelaten. Dus toen is het wel een behoorlijk gevecht geworden. En we kwamen wel ook vrij vlot op 2-0. En toen is het nog, werd het nog link. Maar hun maken 2-1. Die zilveren medaille hebben ze niet met dank in ontvangst genomen. De Haagse club heeft het een en ander meegemaakt, wat het voorbestaan van de club niet altijd zeker maakte. Daar hebben we natuurlijk zo vaak mee moeten knokken, omdat je ziet dat mensen die moesten voor 2 of 3 jaar geleden naar de rechtbank toe en kijken of de licentie gewaarborgd bleef. En dan weer met de Chinezen in proces. Ja, joh, dat zijn natuurlijk allemaal geen fijne dingen die je meemaakt als club zijnde. En dan zijn ze natuurlijk een klein beetje geholpen. Nou, en dan bestaat de club gelukkig nog 117 jaar. En hopen dat het er nog 117 jaar bij komen. Met zo'n groot verleden, dan is dat een club die... ja, natuurlijk is die een beetje verbasterd. ADO, FC Den Haag, ADO Den Haag. Dus de clubkeuren zijn wat veranderd. Maar het beeld van ADO op zich, ja, die hoort gewoon in de Eredivisie.